Hallo en welkom bij de bijen bij Apeldoorn. We zijn eindelijk weer een keer met de camera erbij. Het is steeds maar regen, onweer, wind en vandaag ook. Maar goed, we komen nu net aan en het stopt geloof ik net met regenen. En dat houdt dan heel even zo vol, dus de camera komt aan. Je ziet iets, ze zijn hard aan het vliegen. De heide hier niet zo heel ver vandaan staat enorm in bloei. En ook hier op het dak hebben ze het een en ander gewoon niet weggemaaid. Waardoor het echt hommels, wilde bijen, de hele boel. Het is echt een klein natuurgebiedje hier op het dak geworden. Een aantal dingen zijn nu wat uitgebloeid, maar vorige keer was het nog vol in bloei. En het zag er echt fantastisch uit. Het was één groot feest met insecten. En ook de honingbijen zijn druk bezig. We zien ze hier binnenkomen vliegen. Nou, ondanks de buien zijn ze flink aan de slag. En we gaan dus aan de binnenkant kijken hoe het eruit ziet. Ik verwacht dat het allemaal mooi is. We hadden nog even de honingkamer erop laten staan. Gewoon ook door het slechte weer konden ze daar dan lekker voedsel uit halen. En we gaan kijken hoe ver het nu alles staat. En ook hoeveel voedsel in de broedkamer zit. En hoe ver er wat van de heide ook binnenkomt. Dus kijk mee zou ik zeggen. Goed, de broker is aan. Klein beetje rook eroverheen. Je ziet, ik blaas de rook er overheen, niet rechtstreeks. Zo'n hele dot erin, gewoon een beetje eroverheen. Dan kan ik het een beetje spreiden. We halen het rooster eraf, koninginrozen. En dat doe ik, probeer ik hem zo tot drie kwart te trekken. Dan draai ik hem licht. Oh, hij zit heel vast. Zodat hij niet de bijen zo laat opspringen. Kijk, we kunnen de bijen er ook rustig af. We kijken even aan de onderkant of er niet nog een koningin zit. Nou, denk ik niet. En volgens mij zit er heel veel voer in de kast. Dus dat zit wel goed voorlopig. Dus dat is heel mooi. Kijk, ze zijn enorm aan het halen. Dus, dat ziet er hartstikke goed uit. We halen deze even opzij. Hoop stuifmeel, hoop nectar. Mooi verhaal. Zo. Geef een heel klein puffje rook eventjes. Zet de bij nog even naar beneden duiken. Nou, als dat raam, wat ik net het tweede raam eraf heb gehad, verwacht ik dat ook deze gewoon vol met voer zit. Ja hoor, prima. We halen even nog wat kleine dopjes weg die we niet nodig hebben. En hier zit de koningin trouwens. Niet heel normaal dat ze op het voer loopt, maar natuurlijk nu weer wel. Als iets niet normaal is, dan doen de bijen het natuurlijk. Dus de koningin hebben we al gezien. Mooi. Gaan we eens even verder kijken. Hier zitten ook allemaal larfjes in. De witte dingetjes tussendoor. Larfjes, voer, alles zit erop en eraan. De koningin doet dus goed haar werk. Helemaal vol. Mooi. Dat zijn straks de bijen die we nodig hebben voor het laatste deel van het seizoen en voor de winter. Want we hebben het al over de winter nu. Ook hier wordt een rand voer al gebracht. Je zal straks nog zien dat we nog een raam moeten vervangen. Omdat ze zoveel voer al in de broedkamer hebben. Dat de koningin straks niet eens meer kan leggen. Maar ze hebben die honingkamer gelukkig nog. Dus die laten we er zeker op staan. Dan kunnen ze lekker aan de slag. Heel mooi. Heel volle bak. Deze kast heeft zo goed als geen zwermneigingen gehad. Prachtige koningin. De temperatuur is nu weer wat laag, dus ze zijn wat onrustig. Maar kijk eens hoe mooi vlak. Dit zijn allemaal nieuw uitkomende bijen. Je ziet een paar larfjes tussendoor die nog dicht worden gemaakt. Dekseltjes erop. En vanaf het eitje 21 dagen later komen de bijen uit. En wat ben ik nu aan het doen? Ik ben eigenlijk gewoon eigenlijk puur een controle op gezondheid aan het doen. Nou, we zijn eigenlijk al klaar. Ze hebben voer en alles. En ik wil even weten hoeveel voer erin zit. Zodat ik weet hoeveel ruimte er nog is voor de koningin. Nou, dat is er nog. Zeker omdat ook de honingkamer er nog op staat. Kunnen ze nog goed aan de slag. Ja, maar zo. Hoppakee, eens. Nou, mooi. Ze hangen een beetje bij de camera, dat geeft niet. Dat mag. En we zien aan deze kant ook nog heel veel broed. Nou,
Dit zit goed. Ze zijn al druk bezig. Ze hebben voorlopig voldoende bijen die uitkomen. Geen zwermneigingen. Zeer voldoende voer. Er helemaal niks mee te doen. En dat is straks richting de winter mooi. Hopen dat we nog iets vroeger extra eten geven richting de winter. En dan kunnen ze straks allemaal zo verdruipen. Dat is wel fijn. Wat ik zo nog doe is even met de broker nog even een paar pufjes eroverheen. Ik zit trouwens ondertussen helemaal vol. Zo, de ras is hier op, zodat de koningin niet in de honingkamer kan komen. En snel de bak erop. En dan kunnen ze die lekker gaan. Dus je ziet het.